Ik ben Caroline, ik ben 20 jaar oud. Ik was in de eerste klas van 2012. Dus ik zat in de klas van Sophie. Ik studeer momenteel dus psychologie. Ik zit in mijn derde jaar, dat is mijn laatste jaar van mijn bachelor. Ik vond dat super interessant om zo al die beroepen te leren kennen. Ook al was ik maar 10 jaar, had ik al veel ideeën. Ik dacht dan leerkracht, pediater. Op zaterdag deed ik nooit iets, dus ik dacht van waarom niet. De herinnering die mij het meeste bijgebleven is, is toen ik als vrijwilliger bij Tada werkte in de huiswerkplek. Dat is ook een beetje in hetzelfde domein dat ik later wil doen, dus als psycholoog, kinderen en jongeren helpen. Mijn wens voor Tada is dat het blijft doorgaan en steeds blijft groeien, zodat we steeds meer kinderen kunnen ondersteunen. Omdat het mij echt geholpen heeft in mijn keuze voor mijn studies en om mezelf te ontwikkelen.